Uw aandacht voor een bekendmaking van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hierbij maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bekend dat de uitbetaling van Algemene Kinderbijslag over het dienstjaar 2018 door de dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen in het district Commonweynen als volgt zal plaatsvinden. Dinsdag 27 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonen de... ...Testolkertseifer en Macreabo, ...Kanawapibo... ...Kanawapibo, kilometer 41,5... ...Sinabo, kilometer 37... ...welbedacht, kilometer 31,5... ...en Tamansari en Tamanrejo... ...de plaats van betaling, Tamarejo Sportbond. Woensdag 28 augustus 2019... Aan de geregistreerden wonen de Te Meerzorg, Peperpot. Plaats van betaling: Kantoor Sozavo, Te Meerzorg. Donderdag 29 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonende Te Ellen, Liliendaal, Marienburg, Zorgvliet, Kampongsawa, Montresor, Welgelegen en Spieringshoek, Soelen en Voorburg. Plaats van betaling: Huizen Simba. Vrijdag 30 augustus 2019. Aan de geregistreerden wonende te Nieuw Amsterdam, Lust en Rust en Jachtlust. plaats van betaling, kantoor Sosafo, te Lust en Rust. Maandag 2 september 2019. Aan de geregistreerden wonende te Rust en Werk, plaats van betaling, betaalpost Aldaar. Aan de geregistreerden wonende te Johanna Margareta, plaats van betaling, Betaalpost aldaar. Aan de geregistreerden wonende te Kronenburg, plaats van betaling, betaalpost aldaar. Aan de geregistreerden wonende te Allianz, plaats van betaling, betaalpost aldaar. En aan de geregistreerden wonende te Bakkie, plaats van betaling, betaalpost aldaar. Nota de uitbetalingen geschieden uitsluitend tegenoverlegging van de AKB-kaart en ID-kaart van CBB als mede het familieboekje of een recent gezinsuittreksel. Bij een machtiging dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen. Een machtiging afgestempeld en getekend door het hoofdbureau AKB, een ID-kaart van CBB, de AKB-kaart en het familieboekje of een gezinsuittreksel van betrokkenen. Zij die reeds uithoofden van hun beroep van welke instantie dan ook reeds kinderbijslag genieten, komen vanwege het bureau AKB niet opnieuw in aanmerking hiervoor. Panamaribo 23 augustus 2019, het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.